Ik denk dat het heel normaal is dat we in onze maatschappij elkaar in de ogen kunnen zien. En een burka die staat daar in de weg. Nou, ik vind het wel opvallend. Vlak voor de verkiezingen. Het is net of ze wat te verbergen hebben. Ik zou zeggen, laat je ware gezicht zien. Nou, dat kan niet met een burka. Nee, maar dit is ook een beetje burka-politiek volgens mij. Nou, we hebben net al een wet aangenomen, hè, dat het al heel erg ingeperkt is. Dat je op heel veel plekken niet meer met een burka mag rondlopen. Ik vind het een heel goed voorstel van de VVD. Het is zo van het vorige decennium, joh, het burka-verbod. Het blijft doorgaan, hè? Ja, het blijft doorgaan. Dus als iemand zegt, ik wil een burka dragen en dat gebeurt uit vrije wil, dan moet dat kunnen. Zelf gekleed gaan zoals je wil is een groot recht. Maar het is nog veel belangrijker in onze normale maatschappij dat we elkaar in de ogen kunnen kijken. Met elkaar kunnen communiceren en op een normale manier met elkaar om kunnen gaan. En een burka staat eraan in de weg. Wat me overigens wel opvalt, en dat valt eigenlijk het hele land op, is dat de VVD enorm zijn best doet om ervoor te zorgen dat ze die PVV-stemmers krijgen. Is een goede timing zo een maand voor de verkiezingen? Ja, het is verkiezingstijd. Mensen prikken daar wel doorheen.